Hallo allemaal, ik ben Van de Boezekal, virtuele machine bij HCS Company. En vandaag gaan we jullie kijken naar een makkelijke manier om virtuele machines te draaien op een OpenShift cluster. Dat gaan we doen met KubeVirt. Zouden we de community versie kunnen pakken, dan hebben we geen support. Maar ik ga de versie van Red Hat pakken, die heet Red Hat OpenShift Virtualization. Red Hat zegt als je dit wil doen dat je compute nodes op bare metal moet draaien. Ik ben eigenwijs, ik heb ook geen support nodig op dit moment. Ik ga dit draaien bovenop een OpenShift local machine, oftewel een kleine VM op mijn laptop waar CRC in draait. Tegenwoordig OpenShift local, vroeger heet het Code Ready Containers. Ik heb nested virt aanstaan op de virtualisatie op mijn laptop, dus het zou gewoon moeten kunnen. Dus we gaan kijken wat nou de basis die we moeten doen. En terwijl we wat van de basisdingen doen, ga ik wat hebben over wat geavanceerdere features. Waar je zelf lekker gewoon de documentatie bij mag pakken. Exercise voor de reader en alles. Waarmee je dit naar grotere productieklussen zou kunnen brengen. Dus laten we kijken. Ik heb hier een OpenShift VM. Ik ben in de webconsole. Ik ben admin. Ben ik naar Operator Hub gegaan. En ik heb getypt Virtualization. En dan zie je eigenlijk vier dingen terug. Ik schrijf Forklift en KubeVirt Hyperconverged terug. Dat zijn de upstream projecten. KubeVirt is degene die zorgt dat virtuele machines kunnen draaien, die het managt. Forklift is een operator die je kunt gebruiken om VM's van andere virtualisatieplatformen op te tillen en naar KubeVirt toe te brengen. Supported versies van Red Hat. Staan er geen community rechtsboven, maar staat er Red Hat rechtsboven. Zijn de Migration Toolkit voor Virtualization. Supported versie van Forklift. Je ziet het ook exact dezelfde omschrijving. En OpenShift Virtualization. Dat is degene die ik wil hebben. Nou, zoals elke operator, ik mag het kanaal kiezen. Nou, stable, mag een versie kiezen binnen dat kanaal. Nee, ik houd gewoon op 4.14.2, want ik draai op OpenShift 4.14. Dan zeggen we dat wat we moeten hebben, OpenShift Kubernetes Engine, OpenShift Container Platform of OpenShift Platform Plus. Dus hè, als je een normale OpenShift sub hebt, zit dit erbij in. Ja. Het linkje is naar de documentatie. Ja. Support Red Hat. Ik pak gewoon hier het install knopje. Nou, ik krijg nog een keer kanaal en versie die ik wil. Ik ga hem in een specifieke namespace zetten. Dat wordt OpenShift-CNV. Dat is degene die aanraadt. Dus die pakken we. Afhankelijk van hoe jij updates, automatische updates vertrouwt, wil je deze op manual of automatic zetten. Dit is een OpenShift local cluster. Ik hou hem op automatic. Ik wil niet nadenken. Ik wil geen installplans proeven. Ik druk gewoon op install. Gaat die operator voor me installeren? Moet hij wat images downloaden van internet? Gaat wat pods opstarten in de OpenShift-CNV namespace? En straks krijgen we ook een waarschuwing dat voor ik verder kan, dat ik een hyperconverged moet gaan aanmaken. En hij zegt dat ik mijn webconsole al mag refreshen. Dus laten we dat maar doen. Moeten we even opletten, links staat workloads, networking, storage. Hij zegt hier ook dat ik een hyperconverged moet gaan maken. Maar als ik nou zeg refreshing webconsole, staat hier nog steeds. Als het goed is, komt hier straks virtualization tussen, maar de plugin is wel al gezegd dat hij actief moet, maar de pot voor de plugin is nog niet actief. Maar ik krijg straks links ook een stukje virtualization ertussen om mijn virtualisatie te managen. Maar ik heb ook nog niks, want hij zegt ik moet een hyperconverged aanmaken. Dat is de controller die alles gaat doen voor me. Die regelt storage, networking, virtualisatie, de hele reutemeteut. Zodra de operator ver genoeg is met installeren, mag ik hier gewoon het knopje drukken. En dan heb ik een paar standaard opties. Ik zal er even doorheen praten. Die maken we aan, dat is dan redelijk snel gebeurd. En dan kunnen we bezig gaan met onze VM's. Daar zaten we op te wachten. We zijn hier om virtuele machines te doen. Hij is druk pots aan het starten op het moment. Hij is eventjes bezig. We kunnen ondertussen natuurlijk een tweede tab openen voor workloads. Oh, ik heb niet open in nieuw tab. Ik wil deze even houden, dit scherm. Maar we kunnen natuurlijk ook een terminal erbij openen. En dan kijken hoe het met de pot staat. Maar hij is er al. Dus ik klik op Create Hyperconverged. Naam KubeVirt Hyperconverged. Ik vind hem best. Ik ga hem niet aanpassen. Defaults houden is heel vaak een heel goed idee. Dan mag ik kiezen op welke node selector ik wil gaan gebruiken voor de infra van KubeVirt. Van mij mag hij overal. Ik heb maar één node. Welke nodes de workloads mogen draaien. Dan kan ik me voorstellen dat als jij een wat groter cluster hebt, dat je wel wil zeggen van de VM's mogen op deze paar nodes die ik puur voor hypervisor heb. En containers komen op andere. Of misschien mogen ze wel van je door elkaar. Of misschien wil je alleen maar in een van je regio's draaien.
Dat kan je hier bepalen. Storage import. We gaan virtuele machine images downloaden of dat container images zijn. Zo gaan we ze ook opslaan. Heb je nou registries waar je niet netjes HTTPS voor hebt of HTTPS zonder valid CA die je kunt verifiëren en alles. Hè? Dan moet je hier insecure registries bij gaan zetten. Ja. Default runtime class voor je VM pods. Want ja, VM's lijken pods. Hè? Ja. Extra opties voor virtuele machines. Hè? Default CPU models. CPU models die je niet meer wilt zien. Hè? Dus minimum CPU model op je cluster. Live migratie. Hè? Een paar opties kun je daarvoor aanzetten, uitzetten. Hoe dingen mogen parallel. Dingen voor de Tekton pipelines die je hierbij wil gebruiken. Default tuning policies. Wat doen we met annotaties of wat dan ook. Ja. Hele hoop opties. Feature gates, local storage klassen namen. Ja. Ik klik gewoon op create. Ik wil gewoon alles default hebben. Wordt mijn hyperconverged wordt aangemaakt. Hij zegt processing en degraded. Ondertussen ga ik mijn console eens een paar keer F5'en om te kijken of virtualisatie er al bijgekomen is. Die hyperconverged maakt daar die plugin pods voor aan, dus hij is er nog niet. Ik wil straks hier links virtualization gaan zien. Dat zit helaas niet onder workloads. Dat wordt echt een apart stukje virtualization. Je kunt natuurlijk wel even kijken bij workload pods in de OpenShift CNV. Dan zien we dat hij zijn hoop dingen aan het starten vormen. Maar nog niet alles is klaar. Hij gaat hier ook een paar dingen doen om standaard template images te importeren. Vormen vanuit Red Hat met CentOS images, Fedora images, RHEL images. Daar ga ik allemaal hartstikke blij van worden. Dan als ik terug ga naar mijn installed operators, mijn virtualization. En ik pak all instances naar mijn hyperconverged. Dan staat hij hier nog op progressing. Dus daar moeten we eventjes op wachten tot hij wat meer pods gestart heeft. Tot hij helemaal blij is. Ik kan tussen die pagina nog een paar keer F5'en. Kijken of ik alweer een virtualization links krijg. Want die plugin moet natuurlijk gestart worden voor mijn console. Hij zegt reconcile complete, maar hij is nog steeds progressing. Dus nog niet al mijn pods zijn er. Ik krijg weer een refresh webconsole. Blijkbaar is de plugin er ondertussen. En nu zie ik hier links. Virtualization is erbij gekomen. Als ik daarop klik. Beginnen we met een overview. Dan krijg je een pop-up. Oh, hoe ver wil jij maatje maken? Niet vaker laten zien. Mond houden. Ik wil door de interface heen lopen. Klik. Ook al dat getting started met feature highlights en zo. Hartstikke leuk. Klik erop. Ga het lezen. Highlights voor OpenShift 4.14. Hoe je doet in Windows. NM State Operator. Die heb je misschien nodig als je leuke bridge netwerken wil gaan maken. OpenShift Data Foundation. Als je betere storage classes wil. Ik wil die quickstarts gewoon niet meer zien. Hide from view. Overview van virtualisatie. Hoeveel geheugen gebruiken we? Hoeveel storage? Hoeveel virtuele CPU's? Hoeveel VM's hebben we? Ja. Wie is er het meeste aan gebruiken? Zijn er live migraties aan het lopen? En instellingen voor mijn cluster? Ja. Of voor mijn gebruiker? Ja. Dus mag ik bijvoorbeeld mijn eigen SSH-keys in een bepaald project erbij gaan zetten als ik wil? Ja. Kan leuk zijn. In de overview heb ik alerts, resource gebruik, niks. Catalog vind ik een paar verschillende dingen in. Ik heb twee tabs. Ik heb een template catalog en ik heb een instance types. Ja. Instance types moet ik enablen. Ja, dan kan je t-shirt sizes gaan doen. Ja, als ik hier zeg enable, ja, dan krijg je instance types. Dan zie je dat we hier een paar volume names hebben. Selected instance types, compute exclusive, general purpose, bla bla bla, virtual machine details. Het leukste in dit geval is toch die template catalog. Hier hebben we templates staan om VM's mee te maken. Dus dat betekent we hebben een beetje basisconfiguratie plus een image erin zitten. We hebben CentOS 7.8.9, Fedora, dat is Fedora 39 in dit geval, en RHEL 7.8.9. En wat Windows Server en Windows Desktop. Voor die Windows dingen moet je wel zelf eventjes een goede ISO en een installation key en alles wat je voor Windows nodig hebt meenemen. RHEL, CentOS, Fedora kan je nu allemaal nu al bij elkaar gaan klikken. User templates en templates die je zelf hebt aangemaakt. Die kan je ook delen met andere mensen. Gaan we even verder op het interface heen. Virtual Machines. Zie ik mijn draaiende virtuele machines. Nou, daar heb ik ook een create knopje bij zitten. Templates, heb ik mijn eigen templates, dat is hetzelfde als die catalog. Instance types,
zien we instance-types als CX1, 2X Large, CX1 Large, GN1. Dat zijn makkelijke manieren om mensen rechten te geven om bepaalde grote machines te geven om ze op af te gaan rekenen. Preferences, nou daar had ik net al naar geklikt, maar we hebben wat preferences voor virtual machine preference voor Alpine, CentOS, RHEL, nog wat. Kies ik hier bijvoorbeeld naar CentOS 9 Stream en kijk ik naar de YAML. En we gaan voor bij alle managed fields. Dan zien we dat hierin staat dat we liefst Virtio gebruiken voor disken. Dat we standaard, dat we minimaal 1 guest CPU en 16 gig geheugen nodig hebben. Bootable volumes heb ik zelf nog niet gemaakt. Uit mijn template zit wel wat. En migration policies is hoe gaan we live migrations doen, et cetera. Virtual machines, ik klik gewoon op een knopje. Create virtual machine. Mag ik zeggen, van een volume, als ik al een volume heb gemaakt, dat wordt ook weer een disk image in een registry. Ik mag YAML gaan typen. Ik zeg gewoon, ik ben een luie hond, ik zeg vanaf een template. En laten we beginnen met Fedora. Ik pak een Fedora template. We hebben hier 1 CPU, 2 gig memory. Mag ik aanpassen als ik wil. Ik mag de virtuele machine een naam geven, dat wordt ook zijn hostnaam. Hij zegt, hij gaat hem in OpenShift met CNV aanmaken, want dat was gewoon het project waar ik momenteel geselecteerd had. Daar moet je wel clusteradmin voor zijn. Je mag dit ook gewoon in je eigen namespace doen. Ik mag dit gewoon in de Is It Friday namespace gaan aanmaken, of zoals ik wil. En dan zeg ik hier bijvoorbeeld, nou, laten we hem Fedora noemen voor het gemak. Dan kan ik op Quick Create drukken en dan wordt hij gewoon aangemaakt met de template met allemaal standaard instellingen. Ik mag ook nog op Customize drukken. Dan mag ik wat voor mijn storage opties opgeven. Ik mag die naam hier ook nog een keertje aanpassen. Ik moet zeggen, we moeten van een cd'tje booten. En dan, waar komt die cd dan vandaan? Dan ga ik een nieuw bestand uploaden naar een pvc. Heb ik een bestaande URL die we naar een pvc gaan zetten? Haal ik hem uit een registry die we naar een pvc gaan zetten? Gaan we bestaande pvc klonen? Of gaan we die uit de template gebruiken? Gebruik je de template, die kloont een bestaande pvc. Hoe groot moet die disk worden? Nou, ik vind 30 gig een beetje groot voor een... Laat ik hem 8 gig maken. Nulletje ervoor weg. Ik hoef geen driverdisken bij te mounten met QEMU drivers voor Windows, gelukkig. En dan een optional parameters. We gaan ervan uit dat je machines gaat configureren met Cloud Init, als het Linux machines zijn. Nou, dus we gaan een Cloud Init disk eraan koppelen ook. Dat is hetzelfde als je wat je zou doen op OpenStack of met AWS, etc. Datasource naam, nou, ik noem hem gewoon Fedora, datasource namespace. Komt een OpenShift Virtualization OS Images. Dat is goed. Alleen het wachtwoord voor mijn cloud user. Daar ga ik gewoon even Red Hat van maken. Dat is het sterkste wachtwoord ooit door mensen uitgevonden. Dat moet je gewoon overal op zetten altijd. Klik ik nu op Customize. Zijn we klaar met customizen. Hostname staat op Fedora. Die mogen we nog aanpassen als we willen. Als ik headless mode aanzet, wordt er geen virtuele netwerk, geen virtuele grafische kaart ingestopt. Dan moet ik een seriële console gebruiken of over het netwerk. Maar ik ben al nu klaar, ik kan nog veel meer gaan doen. En dit is mijn overview. Ik mag in de YAML voor de virtual machine gaan spelen. Dit is hoe je virtual machines met bijvoorbeeld dingen als OpenShift GitOps zou kunnen gaan uitrollen. En dan zien we, een beetje scrollen, al die managed fields, spec, data volume template. Nou, die komt uit een data volume, dat heet Fedora. Nou, dus die gaan we klonen. Source ref is data source Fedora uit OpenShift Virtualization OS Images. Hij is nog niet running. We halen hem uit D-template, spec, AMD 64, 1 core, 1 socket, 1 fret. Een rootdisk met Virtio, een cloud in de disk met Virtio. En een netwerkinterface met een MAC-adres. Ja. Netwerkinterfaces, daar komen we straks bij. We gaan nog eens over andere dingen heen. Ja. Scheduling, kunnen we een extra node selectors opgeven voor deze VM. Tolerations, affinity, anti-affinity. Ik mag zeggen dat hij gedescheduled mag worden als ik andere dingen heb. Environment, kun je config map, secret, service account dingen in de VM laten mounten als je wil ook. Netwerkinterfaces, daar hadden we net over. Standaard krijgt elke VM een netwerkinterface op je podnetwerk. Dus waar pods op OpenShift ook een IP-adres op zouden krijgen. Dat is hartstikke leuk, maar die VM is dus niet van buiten je cluster bereikbaar dan. Dat kunnen we op een paar manieren gaan doen. Ik kan een service aanmaken en poortjes van de service doorzetten naar mijn VM met een goede selectors. Ik kan bijvoorbeeld een service maken voor SSH, een service voor nog wat. Heb je standaard OpenShift ingress met routes, dan kan je als je VM een webservice draait, kan je er gewoon een service maken en die door je ingress heen laten gaan, de standaard OpenShift router. Moet je nou ook niet HTTP dingen exposen, zal je met een load balancer service bezig moeten gaan of een node port.
draai je zelf op bare metal, iets als Metal LB ervoor zetten. Dat komt gewoon voor dit netwerk, voor deze servers. Het fijne is ook, poortjes die niet op je servers openzet, zullen niet geëxposed worden vanaf je VM. Maar ik kan meer doen. Ik mag ook met Add Network Interface bezig. Mag ik een nieuwe network interface een naam geven. Die krijgt ook die naam binnen de VM. Kan ik zeggen welk model die moet gebruiken. Wordt het FertIO of gaan we een Intel E1000 kaart nadoen, een ouderwetse. FertIO wordt op Linux standaard ondersteund. Op Windows heb je nog een driver nodig. E1000E wordt door bijna alle standaard uit de doos ondersteund, maar de performance is wat minder. Maar dan moet ik een netwerk gaan kiezen waar die we aan gaan hangen. En dan moet ik zeggen of dat een bridge is of single root IO virtualization. Oftewel een fysieke netwerkkaart die we in meerdere fysieke virtuele netwerkkaartjes gaan splitsen op mijn echte nodes. Single root IO virtualization heb je natuurlijk een goede hardware voor nodig. Een bridge moet je een bridge op je compute nodes aangemaakt hebben, op je workers. En dan ga je de NM state operator nodig hebben. Wat daarna ook nog nodig is, is multus. Je gebruikt het misschien niet heel vaak, maar multus kan je meerdere netwerkkaarten in machines met network attachments, network attachment definitions, etc. aan extra pods en services koppelen. En voor dit heb je dit dus in dit geval nodig. Dus je gaat extra bridges aanmaken op je compute nodes die op een bepaald netwerk, een bepaald VLAN zitten aangesloten. Dan maak je network attachments en die kan je aan je VM's gaan koppelen om je VM's op andere netwerken neer te zetten. Die default network interface op je podnetwerk wil je misschien altijd wel houden. Nou, ook al zou je hem eraf kunnen gaan gooien als je wil. Je hebt onder de drie knopjes, heb je een delete optie staan. Je mag hem weggooien als je wil. Je disken. Nou, deze komen uit mijn template. Een rootdisk die wordt gekopieerd naar een PVC vanuit mijn template. En we maken een disk aan voor Cloud Init waar mijn gebruikersnaam, wachtwoord in staat, etc. Onder scripts kan ik me automatisch mijn SSH-keys voor mijn gebruikers laten toevoegen, wachtwoorden voor gebruikers, etc. Ik kan dynamisch mijn SSH-keys laten injecteren. Als het een Windows-machine is, kunnen we sysprepen, bestanden erin zetten als we willen. Misschien wil jij Windows-desktops gaan draaien hierop voor een VDI-oplossing. Zou kunnen. En onder metadata mag je nog wat labeltjes en annotaties zetten. Dat kun je allemaal in die YAML terugvinden. Dus als ik verder omlaag scroll, heb bijvoorbeeld die Cloud Init Config Drive User Data. Wil je andere dingen in die user data voor Cloud Init zetten, kan je hierin doen. Hè? Alles wat Cloud Init kan, wat ondersteund wordt door het OS wat je start met Cloud Init, kan je hierin gaan zetten. Ik ben klaar. Ik zeg Create Virtual Machine. Nu gaat hij dingen voor me aanmaken. Hij geeft me nu een error als het goed is. Is hij die gewoon nog aan het aanmaken? Dus hij zou naar provisioning moeten staan. Of ik moet de machine even opnieuw aanmaken. Misschien heb ik een beetje te veel lopen klikken. Normaal maakt hij hem altijd tegelijk voor me aan nu. Want die status, ik word er niet zo blij van. Ik wil hier provisioning zien. Maar laten we even kijken naar zijn YAML. Misschien kunnen we daar wat extra's uithalen in zijn status. Geen Valium snapshots not supported. Oké. Okay. Not reported as running. Oké. Okay. Reload. Misschien is hij ondertussen verder. Hij zou aan provisionen moeten zijn. Dus laten we even kijken. Geef even de tijd. Anders maak ik ondertussen gewoon stiekem nog een VM aan. From template. Laten we ook een CentOS 9 stream nemen. Die noemen we CentOS 9. Quick create. Laten we kijken wat die gaat doen. Kijk, die staat op provisioning. Dus ik denk dat ik toch een beetje hier. Ik heb door mijn naampjes heen lopen klikken. Ik heb waarschijnlijk een naampje aangeklikt dat niet moet. Dus gooi die Fedora VM even weg. Ik maak die Fedora VM wel even opnieuw aan ook. From template. Fedora. We noemen hem Fedora. Quick create, want voor de rest had ik. Oh, we hadden nog een wachtwoord aangepast. Die had ik op Red Hat gezegd. Customize en create. Kijk, nu gaat hij ook naar provisioning. Ik had ergens blijkbaar iets ingezet wat niet mocht. Even de video terugkijken wat ik gedaan had. Maar die CentOS 9 VM staat nu al op running. Hij staat op not migratable, want ik gebruik lokale storage. En lokale storage is niet read-write-many, dus geen live migrate mogelijk.
Dan ga ik even het verschil tussen deze twee laten zien. Die Fedora staat op running. Als we daar kijken. Ik heb hier de console. Ik kan hier de console nemen. Maar dan past die niet helemaal op het scherm. Als ik in overview op Open Web Console doe. Krijg ik een nieuw venster. En ik sta ingezoomd. Dan past die wel. Maar hij staat hier boven guest login credentials. Username Fedora. Password Red Hat. Oké. Fedora. Red Hat. En ik kan gewoon dingen gaan doen als LSCPU, om die ene CPU die we erin gestopt hebben te zien. Of Freemin-M, om te zien dat we deze wel een spectaculaire 2 gig geheugen gegeven hebben. Een DF-H voor de disk die we hebben. En ik kan nu gewoon dingen gaan doen als een sudo DNF update. En deze machine gaat lopen updaten, want... DNF werkt gewoon in dit cloud image. Dan gaan we nou terug naar mijn andere virtuele machine. Die CentOS 9, daar heb ik niet het wachtwoord ingevoerd. Dus als we daar de webconsole van gaan openen. Heb ik nog steeds die guest login credentials. En dan zie je dat op CentOS het standaard cloud user wachtwoord username CentOS is. Op RHEL is dat CloudMin user, is niet RHEL Red Hat. Maar dit wachtwoord hier is LKIPUCF2N1P. Dus die kopieer ik even aan de clipboard. Dan zeg ik hier CentOS, Ctrl-V. Hoop dat hij gepaste heeft. Blijkbaar niet. Dus ik ga gewoon typen LKI6-PUCF-2N1P. En nu heb ik verkeerd getypt. Dus probeer het nog een keertje. CentOS LKI6-PUCF-2N1P, niet IP. En dan kom er ook in. En dan kan ik hier ook gewoon weer dingen gaan doen als top draaien, updates, software installeren, etc. Dus niet veel anders dan je gewoon gewend bent van andere virtualisatieoplossingen. Wat is nou het fijne aan iets als KubeVirt gebruiken? Nou, ik heb Live Migration uitstaan, want ik heb geen storage klasse die het goed is. Ik zou hier gewoon CephRBD of CephFS of zoiets voor moeten gaan gebruiken. Enterprise storage, niet lokale disken in een VM'tje op mijn laptop. Er zit een verschil tussen. Maar ik kan nu bijvoorbeeld gaan kijken naar workload pods. En als het goed is, heb ik voor de virtuele machines die ik aangemaakt heb, we hebben een Virt Launcher Fedora, we hebben een Virt Launcher CentOS 9. En dat zijn pods die mijn virtuele machine draaien. Dus als ik deze neem en ik ga naar zijn YAML, dan zien we dit is echt gewoon een pot. Maar als we naar zijn resource requests kijken en alles, klap die managed field is in mensen. Dan zien we resource, limits, KVM, tunnel, VMnet, dingen staan, request, 100 millicpu, memory, minimaal wat hij nodig heeft. Maar we draaien gewoon Virt Launcher Monitor, min QEMU voor Fedora, etc. Deze zorgt dat die VM gedraaid wordt. We houden hem in de gaten of het goed gaat met die VM, et cetera. We passen wat environment variabelen die we inzetten in de pot, niet in mijn VM. En dan hebben dingen als mountpad voor mijn rootdisk, die komt hier te staan. Mijn cloud config disk, mijn ephemeral disk. Dat komt allemaal op bepaalde plekken in die pot te staan die mijn VM gaat starten voor me. Dus je ziet het gewoon als pots. Dat is ook het voordeel dat dingen als live migratie, resource management, allemaal heel fijn gaat. Alles wat je doet om je Kubernetes te managen, kan je nu gaan doen om je virtuele machines te managen. Dus dat kan interessant zijn, want misschien heb je al een OpenShift cluster staan, of je hebt ervaring met meerdere OpenShift clusters. En er zitten grote veranderingen aan te komen in het virtualisatielandschap. Zoals we allemaal weten, een van de grootste virtualisatiespelers is moeilijk aan het doen met contracten, partners eruit gooien, prijzen omhoog gooien en alles. Dus mocht je aan het zoeken zijn in iets nieuws, er zijn een aantal andere opties ook, maar OpenShift Virtualization is gewoon een ondersteunde versie waar je naar zou kunnen kijken. Heb je wel OpenShift kennis nodig, maar je hebt ook kennis voor je andere virtualisatieplatformen nodig. Dat was een heel klein overzicht. Ik hoop dat jullie wat van geleerd hebben. Dus misschien hebben van, het is best wel makkelijk om machine bij elkaar te klikken. Vond je dit leuk? Vond je dit interessant? Gebruik die like en subscribe knopjes. Laat commentaar achter wat je ervan vond. Als je denkt van je hebt iets gemist of dit is fijn. Kijk er alsjeblieft naar jezelf voor je volgende virtualisatieoplossing. En onthoud, HCS Company, ook voor je virtualisatie. Tot ziens!